Goed, een beetje uitgelaten. Iedereen was heel diep moeten gaan. Dat zijn natuurlijk heel mooie punten als je daar iets kunt gaan halen met 10 man. Laatste half uur heel spannend, dan is de ontlading wel enorm. Ja, het gaat goed. We hebben een jeugdige groep. De jongens zijn dat nog niet gewoon. Je merkt ook wel dat ze soms de teugels wel eens een beetje loslaten na die mooie overwinningen. Maar goed, dat hoort er ook bij. Het is te hopen dat het nog even blijft duren, want er komen nog mooie wedstrijden aan met Anderlecht en club. Het zou heel mooi zijn als we zo hoog mogelijk tegen die ploegen kunnen beginnen. Dan kan het nog wel eens spannend worden. Het is mooi als je eerste staat. Je wordt meer aangesproken. Je mocht allemaal iets meer. Je bent overal welkom. Daarom is te hopen dat we nu tegen Sint-Truij toch kunnen winnen. Dan een keer thuis de punten houden. En dan, wie weet, met de andere uitslagen. We zijn weer overal welkom, hè? Wie weet. Ik verwacht weer zo'n wedstrijd als de andere thuiswedstrijden. De ploeg die heel gesloten gaat spelen. Zij moeten echt wel iets halen, maar ze weten ook dat ze in principe voetballend niet tegen ons gaan op kunnen. Dus ze gaan weer, zoals ze zeggen, een muurtje bouwen. Maar goed, we hebben kwaliteiten genoeg vooraan om er doorheen te gaan. En als we dan onze kansen afmaken en we kunnen voorkomen, dan zie ik het wel goed zitten. Maar nogmaals, iedereen verwacht nu ook meer van ons. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar... Maar we moeten er wel weer volledig voor gaan en voor de 3 punten. Ja, we hebben dan nog wel enkele jongeren die staan te trappelen. Vito Kele, ik denk dan aan Arne Nouts. Je hebt dan natuurlijk nog Jatjuk die in de spits kan spelen. Dus we hebben nog wel enkele jongens. Maar natuurlijk, iemand als Balde en ook zoals Folie zijn moeilijk op te vangen. Het zal weer puzzelen worden voor de coach. En daarom is het ook goed dat we al zoveel punten hebben. Nu moet ook niks meer. Het kan allemaal wat ontspannender en hij zal wel zeker met een oplossing komen. Ik denk dat de eerste weken zeer goed zijn meegevallen. Ik ben direct geaccepteerd geweest in de groep. En de ouderen hebben mij ook veel raad gegeven in het begin. En ik heb natuurlijk ook het voordeel dat ik Portugees kan spreken. Dus met de Portugezen gaat het dus ook goed. Ik ben blij om in te vallen tegen Lierse. Debuut te maken aan mijn 19 jaar. Dat is natuurlijk altijd leuk. Ook al was het niet lang, maar het is altijd mooi meegenomen. Want ik ben hier nog maar pas ook natuurlijk. Dus ik moet me nog op veld beter integreren in de groep. En de match tegen Racing Mechelen was inderdaad wat moeilijk. Het was wat zoeken ook naar mijn ploeggenoten en zij moesten mij ook nog wat zoeken. Dus, maar het komt in orde. Ik denk niet echt dat ik druk voel. Want, ik ben hier om op mijn gemak te werken. Niet te rap gaan, geen stappen over te slaan. Dus als de trainer vindt dat ik nu moet spelen, ja, dan is het aan mij om mij te tonen. Maar het is niet dat ik zeg van ik moet nu spelen en als ik niet speel, dan zal ik boos zijn. Dus. Dit seizoen wil ik eerst zoveel mogelijk bijleren en zoveel mogelijk minuten eigenlijk meenemen. Na volgend seizoen toe. Het heeft een grote voldoening. Dat wil zeggen dat we stilletjes genieten. We staan inderdaad voor op schema. We hebben nu 15 punten uit 8 wedstrijden. Dat is, als je dat zou extrapoleren naar het einde van het seizoen, na de reguliere competitie, zou dat betekenen bijna 60 punten. Dat zou onverhoopt zijn natuurlijk. Dat is een theoretische extrapolatie, maar als je weet dat wij budgetteren op 50 punten na de play-off wedstrijden, dus dat is op basis van 33 of 34 wedstrijden, of meer zelfs, 36, dan zitten we daar een stuk voor en we kunnen daar enkel tevreden mee zijn. Dat is leuk, dat geeft inderdaad nog meer in de media meer aandacht en dat werkt dan ook terug op de commerciële respons en op de respons van de toeschouwers. Maar ik voel toch inderdaad binnen de vereniging dat wij dat niet gewoon zijn en dat wij eigenlijk beter onszelf zijn vanuit in een schaduwpositie.
hebben in de winterstop al Kellar vervangen door Gregory Mertens, die al ondertussen 6 maanden dus geacclimatiseerd was. Wij hadden vooral de ruggengraat van de ploeg behouden. We hadden in de loop van het seizoen hadden we eerst Cornelis, Evans en dan ook Vidarsson verlengd, die toch 3 belangrijke pionnen zijn. We hebben dan ook aan de jongeren Danen, Van Eno, Van Rozen ook een contractverlenging geboden. We hebben dan in mei hebben wij met Sporting Lissabon een akkoord bereikt voor een verlenging van Reis en Neto, plus een vervanging van Ouzou door Baldé. Jatsjouk bleef. We hebben nadien ook nog op het einde van het seizoen Verbiest en Portier verlengd. Dus in feite waren wij redelijk gerust en kwam het er nog op aan dan om Ronaldo te vervangen. En dan is dat gebeurd met de vervanging van Rudy. En dan hadden wij ook al eigenlijk Kevin Janssens erbij gehaald, die een extra gaf. Die ook een beetje Boy verving, dus de vertrek van Boy. En op het einde hebben we ook nog Serebrennikov vervangen door Dompig. Dus ik denk dat de transferactiviteit op dat vlak geslaagd kan genoemd worden. Het vertrek van Boy en Vianen, ja, dat zijn zaken die als groen-zwarte supporter en als cirkelen aanhanger soms een beetje vragen en oproepen en ook wat pijn doen, maar dat is nu zoals het, op een bepaald moment moet men toch afscheid nemen van een aantal monumenten. Voor Boy en voor Vree en voor Dennis was het de laatste kans om ook nog eens van lucht te veranderen. Ze waren ook niet meer incontournable in de ploeg. Hè. En ik denk dat het voor beiden een goede zaak is dat ze nog eens buiten Brugge hun carrière verder zetten. Ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is die ons voldoening heeft. Daar heeft Bob Peters ook een grote hand in, speelt hij daar een grote rol in. En je hebt werkelijk spelers, ook nu zoals Gregory Mertens en nu zeer recent Igor Vitokele, die hem gekend hadden bij Gent en die omwille van Bob Peters naar Cercle komen. Dat zijn 2 jonge, beloftevolle spelers. We hebben inderdaad Christophe Daan, Lucas Van Eno, Karel Van Rozen. En dan de volgende lichting, Arne Nouts, nu ook Niels Mestdag, Brecht van der Beke, die opgeroepen zijn voor de nationale -19. En ik denk dat de grootste voldoening heeft aan iedereen bij ons in het bestuur en in het entourage. Natuurlijk, als we verder doen zoals op vandaag, dan is het meer dan geslaagd. Maar het seizoen is geslaagd als we onze objectieven halen. En de objectieven, dat is de linkerkolom en zo lang mogelijk meedoen voor een plaats in play-off 1. En in de bekercompetitie minstens de kwartfinale halen en mogelijk minstens even goed doen als verleden jaar. En hopen op een finale. En dan wat er even bij komt nog, een bevestiging van de doorbraak van de jongeren. Dan zijn we echt gelukkig.